De Zeerse Olympiade is een provinciale dag voor de gehandicaptensport. Dat doen we in Omnium en in Goes. Wij willen laten zien wat er allemaal mogelijk is in Zeeland als je een beperking hebt. Door de Zeeuwse aanbieders die al een aanbod hebben voor mensen met een beperking. En mensen die eigenlijk nog geen keuze hebben kunnen maken of eigenlijk niet goed weten wat voor sport ze willen doen en of het wel voor hun geschikt is. Die kunnen hier komen kijken en kunnen alles kunnen komen proberen. Ik laat ze een beetje kennis maken met boogschieten. Ik vertel ze even over pijl en boog. Ik vertel een klein beetje van de techniek. En ik hoop dat ze enthousiast maken. En dat ze doorstromen naar een vereniging of zo. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Zijn er voldoende mogelijkheden voor mensen die willen gaan handboogschieten in Zeeland? In principe is alles is mogelijk. Er zijn meerdere verenigingen in Zeeland waar ze uit kunnen kiezen. En ze zijn over het algemeen allemaal toegankelijk. Iedereen staat eigenlijk wel open voor iemand met een beperking. En het is, ik zou zeggen, als je ergens bent en je wil een vereniging toe, stap binnen en vraag wat er mogelijk is. Het is wel heel leuk om te doen. Ik ben ook aan het twijfelen of ik het sport volgend jaar zelf ga beoefenen of niet. Ik heb wel wat ervaring qua sport, omdat ik zelf al 6 jaar rolstoelbasketbal doe. En ik ben nu wel weer iets aan iets nieuws toe. Dus daarom dacht ik, ik ga eens hier kijken om te kijken wat ik wat nog leuk vind om te doen. Jullie staan hier vandaag ook op de Zeeuwse Olympiade om te laten zien dat judo ook een sport is voor mensen met een beperking, toch? Dat klopt. Wij hebben op zaterdagochtend van 8 tot 9 een clubje dat heet Judo Extra. Dat is een groepje met kinderen die zowel lichamelijk als geestelijk een beperking hebben. En die krijgen extra aandacht. Die kunnen bij ons alles doen op het gebied van judo. Dus ook als je in een rolstoel zit? Ja. We hebben inderdaad een judokaatje erbij zitten die in een rolstoel zit. Die doet alles op de billen en die leert alle oefeningen die benodigd zijn om ook een bandexamen te kunnen doen. Zijn er voor die mensen met een beperking ook voldoende mogelijkheden in Zeeland om te sporten? Er zijn in Zeeland gewoon heel veel mogelijkheden. We hebben een uniek sporten-app, dat is een landelijke app. En daarin staan nagenoeg alle sport- en beweegmogelijkheden in. Alleen ja, in Zeeland, het is een vrij grote regio. Je hebt heel veel takken van sport. En je hebt heel veel verschillende soorten beperkingen. Dus ja, er zal wel een bepaalde match gemaakt moeten worden. Maar het lukt bijna altijd wel om een sportactiviteit voor iemand te vinden. Christian, we hebben jou net bezig gezien met het rolstoelhockey. Hoe ging het? Ja, goed. Kan altijd beter. Ja? Ja. En jij speelt zelf ook, hè? Ja. Hoe lang al? Ongeveer een half jaar. Nee, nog 2-3 maanden, denk ik. Wat is er zo leuk aan het rolstoelhockey? Gewoon lekker actief bezig wezen, probeer te scoren. Ik sta zelf in de verdediging, zeg maar, bij competities en zo. Maar ik zag je er net ook nog eentje scoren. Ja. Goed gedaan, hè? Ja. Ik ben ooit begonnen toen ik vanaf de basisschool kwam, wilde ik een sport gaan zoeken. Ja, en dan ben je toch een beetje aan het zoeken van wat past bij je en wat vind je leuk. En, nou, rolstoel basketbal kwam er eigenlijk al vrij snel uit van ja, dat is gewoon een toffe sport die heel attractief is, heel teamplayer gericht, maar ook best wel stevig kan gaan. Zijn er voor mensen met een beperking voldoende mogelijkheden om in Zeeland ook rolstoel basketbal te spelen? Ja, best wel. Binnen onze vereniging hebben wij ook mensen die wat zwaarder beperkt zijn. En die zijn bij onze vereniging ook welkom. En onze trainer die is ook zeer bekwaam, dat is Mark Haalders, om de training zo op niveau in te richten dat het voor iedereen een uitdaging in zit. En zeker ook bij rolstoelbasketbal, het spelletje gaat over 2 gelijkwaardige teams die naast elkaar, of die tegen elkaar, een wedstrijd spelen. Waarin zowel hele bekwame mensen zitten, hele snelle mensen zitten, maar ook minder bekwame mensen. En samen maak je gewoon een team.